Ik ga jou dubbel feliciteren. Allereerst met de overwinning van FC Dordrecht. Dankjewel. Makkelijke overwinning was het niet, hè? Nee, het is moeizaam. Ze zakte helemaal in. Voor die rode kaart ook al. En na die rode kaart werd het alleen maar erger. Ze zakte in met de kont in de 16, zeg maar. En het was moeilijk voor ons om gaten te vinden. Dus we moesten heel veel geduld houden om de gaten te vinden. Dan ga ik jou feliciteren met jouw overgang naar RKC. Gefeliciteerd. Dankjewel nogmaals. Was dat een verrassing voor jou? Ja en nee. Het was, we waren al zoekende. En, hoe bedoel je, waar als, jij wilde ergens anders spelen? Nou, ik zit hier vanaf 2002. En als die mogelijkheid er was, dan mocht ik weg van Dordt. En zodoende dat we ook gingen zoeken. En op een gegeven moment woensdag kwam RKC in beeld. En toen ging het snel. Waren er veel clubs geïnteresseerd in jou? Niet dat ik weet. RKC kwam, het was allemaal snel beklonken. Voor hoe lang heb jij getekend? 2,5 jaar. 2,5 jaar. En jij ga je spelen met een gevoel van dat je, denk ik, een promotie hebt gemaakt voor jezelf. Het is de Jupiler League, maar toch een ander niveau, denk ik. Ja, ik denk dat RKC in potentie meer heeft dan Dordt. Het is een ploeg die altijd in de top van de Jupiler League speelt. En zo niet spelen ze Eredivisie. Dus dat is ook mijn doel erachter. Ik heb het. Voor mij is het een sportieve verbetering, laat ik het daarbij houden. Was je uitgekeken op FC Dordrecht eigenlijk een beetje? Uitgekeken wil ik niet zeggen. Het is, Marco Bogen zei het mooi. Hij zei, ik denk ook dat je je horizon moet verbreden. Ik denk dat je toe bent aan een nieuw avontuur. En gewoon een nieuwe omgeving. En proberen daar weer op te bloeien. Tot slot, is dit eigenlijk dan een verbetering voor alle drie? RKC, FC Dordrecht en voor jou? Voor RKC moet het blijken. Voor mij wel en voor Dordt ook, want ze krijgt er een klein bedragje voor. In ieder geval ben jij hier 4 maart weer, maar dan in een geel shirt waarschijnlijk. Ja, klopt. En ik hoop dat Dordt voor de rest alles gaat winnen, maar 4 maart even niet. Gefeliciteerd met je overgang. Dank je wel.